en hard. Volgende rit. Gaat tussen deze Peter Adenberg, de 19-jarige Oost-Duitser, die met name een specialist is op het rijden van de 1500 meter en op de 1000 meter nog niet tot allergrootste dingen in staat is gebleken tot op heden. Maar met Oost-Duitsers weet je het nooit. Als ze er moeten staan, staan ze er vaak. En zijn tegenstander is Claude Nicoulot uit Neuilly-sur-Seine, uit de buurt van Parijs dus. Nicoulot, die verrassend toch wel wat met voorsprong uit die buitenbocht tevoorschijn komt. Na 17-15 over de eerste 200 meter. Dat is heel goed voor die Fransman. Eventjes problemen daar voor Adenberg. Handje erbij en dan lukt het wel weer. Die Nicoulot is geen slechte schaatsrijder, bepaald niet. Frankrijk is niet echt een schaatsland. We moeten heel ver terug gaan in de geschiedenis om bij de naam van Koprianov te komen. Die namens Frankrijk dan wel eens een medaille ergens weg wist te halen. Maar deze Nicoulot, hoewel nu op achterstand ten opzichte van Adenberg, laat in ieder geval zien dat hij weet wat schaatsen is. Adenberg kruist ervoor langs. Nicoulot komt duidelijk pure snelheid tekort. Maar technisch is het niet slecht wat de Fransman laat zien. En nu het gevecht van Adenberg met de laatste meters. Oh, kijk eens even. Heel moeilijk die laatste ronde. Het is weer het beeld van voor de dweilpauze. Daar zijn de problemen ontstaan in die laatste paar honderd meter. En niettemin 1.14.19. Een nieuw persoonlijk record voor Adenberg. En oh, je moet er niet aan denken als die mannen gewoon voluit door kunnen gaan. En niet met die problemen in aanraking komen. Wat er dan voor tijden op die klokken zouden terechtkomen. Adenberg niettemin tevreden met zijn nieuwe persoonlijke record. Kijk eens even hoe hij hier de problemen had in die bocht. Hup, handje erbij. Helemaal uit evenwicht. Hoe is het mogelijk dat hij niet valt? Hij blijft op de been en scoort nog een goede tijd ook.